u Heer, God van het heelal, de vrede God, die komen zal. Dagteksten woensdag 29 december 2021. Psalm 30 vers 2. Ik prijs u Heer, want u hebt mij uit de put omhoog gehaald. Ik prijs u Heer, want u hebt mij uit de put omhoog gehaald. Het leerwoord uit Lucas 1, de versen 78 en 79. Het stralende licht uit de hemel zal verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Het stralende licht uit de hemel zal verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Lucas 1, vers 78 en 79. Lof, prijs en eer brengen we u Heer, omdat u in ons regeert, omdat u ons uit de put hebt getrokken. U heeft ons op een rots gezet. Wat een genade. Dit is een Heer die wij dienen. Dit is een Heer die ons lief heeft. Die over ons gewaakt heeft de afgelopen nacht. Die over ons niet alleen gewaakt heeft, maar ons beschermd heeft. En ons wederom gewekt heeft. Dank u voor deze prachtige dag, o Heer. Wij kunnen niet eens vatten hoe wij elke dag weer een nieuwe dag hebben. Dat we frisse lucht kunnen inademen. Dat wij alles hebben wat we nodig hebben. Niet alleen in de natuur, maar ook dat u ons voorziet van alles. Dank u, Vader, voor het stralende licht uit de hemel dat verschenen is. Dat een ieder die in het donker leeft, o Vader, die in de schaduw is van de dood, dat wij mogen weten dat we gered zijn door uw Zoon Jezus Christus. En dat wij lichten mogen aanmaken bij anderen. Dat wij ook, Heer, steeds onze lichten mogen aanmaken bij u. Dat we onze voeten op de weg van vrede mogen zetten, omdat u vrede bent. Ja, Heer, deze blijde boodschap mogen wij verkondigen aan een ieder, aan bedroefden, aan treurenden, aan zieken, aan zij die zorgen voor zieken, aan wezen, weduwen, Vader, ook aan leiders, ook degene die proberen om aan het eind van dit jaar hun jaarstukken klaar te hebben, die ervoor zorgen dat er balans komt in hun financiën. Vader God, u voorziet. En u bent degene die ons helpt. U bent degene die met uw geest waait over deze wereld. Als wij bidden, Heer, en wij vragen dat u met uw geest gaat, dan bent u daar. U bent ook degene die met uw geest aanwezig is. Niet alleen in onze harten, maar in onze huizen. Overal waar onze gedachten naartoe gaan. Vader God, ik vraag u om uw heilrijke rechterhand te plaatsen op de zieken. Daar waar zij pijn hebben, daar waar er iets is, waar doktoren niet weten wat het is. Maar u weet het en u wil genezen. Genees hen, Heer, dan zullen zij genezend zijn. En daar willen we u voor danken. We willen u loven en prijzen dat wij zo, o Heer, in alle rust en in alle vrede, geleid door uw licht, mogen gaan naar de laatste dagen van 2021. En wij willen u danken voor alles wat u voor ons doet, wat u voor ons gedaan heeft en wat u belooft te doen. U die gisteren, heden steeds dezelfde is en dat ook zal zijn in de toekomst. Een hoop die zeker is. Dank u, Vader, in de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.